Ook voor zwartkijkers en azijnpissers. Ruim baan voor schuddebuikjes en dijenkletsers. Dit is Laat ze maar lachen met Ron Brandstede. Goedenavond. Nou, zeg. Oh, oh. Goedenavond. Hallo. Nou, zeg. Dank u. Leuk. Dames en heren, dank u wel voor uw warm onthaal. Dat is veelbelovend. En u, dames en heren, fijn dat u er bent. Hartelijk welkom bij Laat ze maar lachen. Het programma waar je een beetje voor open moet staan. Enige lachbereidheid is toch wel gewenst. Chagrijnen en doemdenkers die worden nu verzocht het gebouw te verlaten. En zwartkijkers, daar moeten we helemaal niks van hebben. Maar als u niet behoort tot een van deze categorieën, bent u van harte welkom. En ik stel u direct voor, we gaan gauw beginnen. We laten geen tijd verloren gaan. Hier is mijn eerste gast. Hij is erg aanwezig. Je kunt niet om hem heen. Op tv, in het theater, met Irene of alleen. Hij heeft een fris koppie, maar dat is slecht schijn. Nee, hè? Het zal toch Carlo Boshart niet zijn? Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ik had je hier gedacht. Kom lekker zitten. Carlo Boshart. Carlo Boshart. Carlo, jongen. Het lijkt wel of het gerepeteerd is. Dat is niet het geval. Nee. Helemaal alles is spontaan. Het is een programma van de spontane lach. Tenminste, dat proberen we. Is het zo, om gelijk maar met de deur in huis te vallen, dat jij geboren bent voor de schijnwerpers? Had je dat vroeger al? Ja, ik deed Mies Bouwman na. Wat? Mies Bouwman deed ik na. Ik kon kiezen Ron Brandstede of Mies Bouwman. Ja, dat is de keus niet zo moeilijk. Dat komt omdat ik dan een jurkje aan kon doen. En dat vond ik erg leuk. Oh, ja. Mijn vader vond dat minder leuk. Ja. Maar dat deed ik wel met een jurkje en met de klompen dan. En met de touches van de programma's die ik dan opnam bij de televisie. Die had je en, ook? En ja, alles had ik. De showbiz-quiz. De tuintjes van de programma's. Precies. En als jij bijvoorbeeld zei van, dan gaan we nu naar de volgende ronde. Dan hoopte ik dat Ron niet door dat muziekje heen praatte. Want dan kon ik het weer gebruiken in mijn slaapkamer. Ja. En je lulde er altijd doorheen. Ja. Ja, dat doe ik nou vanavond ook. Dus jij speelde Mies Bouwman. Wij speelden Doktertje. Ja. Dat deed ik ook wel. Jij speelde Medisch Centrum Westje. Ja. Dat als Mies Bouwman in Medisch Centrum. En je hebt veel lol in je programma's. Dat is heel erg duidelijk, al jaren. En heel veel met Irene, hè? Dat is een beetje je maatje-gabbertje. Ik hou heb je hetzelfde gevoel voor humor, jullie samen? Ja, wij hebben hetzelfde gevoel voor humor. En Irene blijft gewoon altijd een vrouw gewoon die er alles uitflapt. En dat is gewoon leuk. Ja. En jullie vullen elkaar heel erg goed aan. Zij is heel druk, ik ben heel rustig. Ja, inderdaad. Nou, daar lacht u nou om. Maar wij hebben er beelden van elke zondagmiddag met Live in Cooking, kan je dat zien. In dat programma, dan gaat er ook wel eens iets mis. Dat is ontkom je niet aan. Het is 2,5 uur bijna live. En het is live. Ja. Dat is ook de charme van het programma. Ja. Dus er gaat wel eens iets mis. Bijvoorbeeld de doordraaishow. Ja. Dat gaat wel eens mis. Belspelletje bij ons en het gaat altijd mis. We hebben altijd mensen aan de lijn waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Ja. We gaan er even naar kijken. Nou, dit is weer het spannende moment van de dag. Is er iemand thuis of niet? Of jouw hoogtepunt. Goris. Dag Goris. Hallo. Dag. Dat is uw achternaam, hè, meneer? Hallo. Hallo. Je doet het ook altijd verkeerd. Dit verzin je niet. Jawel, ik heb het bedacht. Het is een acteur, die bellen we. Zullen we nog eens kijken? Nee, bel dat nummer nog eens. Ik ga dit helemaal benoemen. Ene J. Goris heeft ons gemaild dat hij alsjeblieft mee wilde doen met de Doordrijfshow. Graag. J. Goris woont te Zevenhuizen in de provincie Groningen dan, hè? GN. Is dat Groningen? GN. Ja. En dat is een. Nou, dus ik bel. Ik denk, dat vinden die mensen leuk. Die heeft nu tegen zijn vrouw waarschijnlijk gezegd wat de situatie is. En die is nu in paniek geraakt. Dus ik hoop dat ze terugbelt. Bel nog één keer. Diezelfde. Moet ik hetzelfde nummer hetzelfde bellen? Nummer nog één keer. Wat vindt u? Eén keer bellen. Spannend hoor. Maar ik denk ook dat hij nu gebeld wordt door andere mensen.
Oh, dat zou... Of van schrik... Niet bellen. Bel hem nou niet, want anders gaat het niet door. Zo. Spannend, hoor. Hé, nou... Hoor eens, wie? En meneer Las Wolle. Ja, ja, ja. Laat ik het zeggen. Nee. Ik ben aardiger. Goedemiddag. Dag, meneer Goris. U spreekt me... Toch nee. Eens doen. Nee, ik heb geen. Nee, ik wil het niet eens meer. We moeten nu echt naar een kandidaat. Er staat toch gewoon Rico op? Nee, dat doet het niet. Dat doet het niet. Jawel. Wel? We hebben nog 1 minuut, dus stilte. Hoe heet u, meneer Goris? Meneer Goris heet hij. U spreekt met Carlo Bossert van Live & Cooking. U bent in de uitzending. Hallo, dag meneer. Ja. Maar je hebt het geprobeerd. Hoor je telefoon trouwens, die roze... Ja, die is van Gerard Joling. Oh. Het lijkt wel een natte badslipper. Dat zeg ik, Gerard Joling. Oké. Voordat wij dingen gaan zeggen waar we later spijt van hebben... zullen we naar de volgende gast gaan? Liever niet. Nou, toch wel. Hier is onze volgende gast. Een boshart als gast, dat kan leiden tot problemen. Maar wat als je besluit er nog een boshart bij te nemen? Wie van de twee de leukste thuis is, interesseert ons geen moer. Oh jee, als dat maar goed gaat. Hier is Carlo's broer. Oh jee, als dat maar goed gaat. Hoor je? 5 klappen meer. Ja. Hartelijk welkom, Ron. Hallo, Ron. Ik vond het leuk om jullie allebei te vragen. Ik ken jullie allebei. We wisten het niet, anders had ik niet gekomen. Nee. Is het zo dat je die competitie voelt, dat jij... graag een beetje meer applaus. Is het bijvoorbeeld ook met de kijkcijfers? Ben je met elkaars concurrent? Nee, want dan wint mijn broer natuurlijk. Ja, nee, ik wou het zeggen, maar ik doe het niet. Nee, dat doe ik niet. Pas op, hoor. Nee. Nou, weet je wat hij heel goed kan? Vertel. Hij kan echt fantastisch stratego spelen. Ken je dat spel? Natuurlijk. Ja, bloed onder je nagels. Ja? Deze man is... Hij doet heel aardig, ja? Maar dit is een sluipert. Ja. Dit is de man. Hey, dat kan hij zo goed. Waarom is ik hij had dan gehoopt geen... dat je iets anders zou zeggen. Stratego. Jongens, er komt nog zoveel aan bod. Ah. We zijn pas aan het begin van de avond. Ja. Ron, hadden jullie een leuke jeugd? wat zouden we zeggen... De waarheid. De waarheid. Ik bedoel, we kijken het even uit jullie moederskant. We weten, Carlo is een beetje druk. Jij bent ook niet een stille muurbloem. Nou. Heeft jullie moeder nooit overwogen om jullie samen weg te geven? Nou, aan de instantie. Nee, maar we zijn natuurlijk... Dat is nou maar zo. We zijn in het echt heel anders. En ja, dat ja. is het hier ook weer. Ja, dan kom je toch in die trap af. Eigenlijk ben ik homo en hij is hetero. Dat wist ik niet. Nee, maar je probeert toch altijd een beetje leuk met de mensen. En ook deze sfeer bijvoorbeeld is leuk. En we hebben het over de bloepers en zo. Dus wat was eigenlijk de vraag? Ik had eigenlijk op televisie meer last dat ik zijn broer was dan daarvoor. Ja, ja. Want ik word eigenlijk altijd... als ik ergens ben, heb je Carlo zijn broer. Of hey, Carlo. Of ja, ja. een fotootje ja. maken. Jongens, ga even bij Carlo staan. Dan denk ik, ja. En ik word altijd heel erg vergeleken met hem. Maar ja, ook met Jochem van Gelder. Hoor. Dat de mensen denken dat ik Jochem van, met Jochem van Gelder... Die ken ik niet. Dat deze mensen komen naar me toe en die zeggen dan... Nou, het programma wat ik dan ontzettend leuk vind, dat is Praatjesmakers. Ja. Oh ja, ja. Waarin verschillen jullie van elkaar? Ik weet 1 ding. Maar er zullen misschien nog wat meer dingen zijn waar jullie van elkaar verschillen. Ja, ben je serieuzer dan hij? Nou, ik ben een stuk ouder en ben meer levenservaring. Nou, je bent niet serieus, hoor. Jawel, ik ben een stuk serieuzer dan jij. Nee, maar Ron is wat... Ron is helemaal anders. Je bent in het echt weer vrij depressief. Nee, echt waar? Ja? Nee, ja? Mag ik het zeggen? Ja. Jij kan heel zwaarmoedig zijn. Mag ik dat zeggen? En je bent niet altijd de vrolijkste. Nou, zeker niet. Ik ben de leukste thuis. Ja. Nou, Carl, daarom is het zo fijn dat je hier bent. Want hier mag je lekker ronduit lachen. Mezelf zijn. En lekker jezelf zijn. Hadden jullie thuis ook een verkleedkist?
Ik kan me herinneren, wij hadden op zolder een kist. Daar zaten oude jurken van mijn moeder, mijn vader, een paar oude hoeden. Een uniform van een oom. En als het regenachtig weer was, gingen we toneeltjes spelen. Dan haal je uit die kist. Had je dat ook? Nee. Nee. Dat is wel geest. Volgende vraag. Nou. Nee, ik denk, nou heb ik een leuk bruggetje. Zo, opbouw. Alles wat je doet, alle rollen. Er staat dit in en dat. Oké. Goed. Luister, we gaan toch kijken naar beelden. Want ik heb de leiding. En wij hebben namelijk... van Carlo weten we dat hij zich graag verkleedt. Ja, en onze vader vond dat verschrikkelijk vroeger. Oh, ja? Ja. Ik had wel eens een voorstelling waar ik in een jurk moest. En dat vond ik altijd nodig. Maar dan nodig ik hem bewust niet uit, want dat vond hij allemaal niks. Ja, maar jij hebt ook een keer in een jurk gestaan. Ja, daar wou ik het net even over hebben. Er is een programma geweest, Gelukkig Je Bent Er, met sketches die je moest doen. Maar... Ja, het is even leuk. Je was heel geestig. Nou. We gaan er toch even naar kijken. Ik ben gedwongen, Ron. Het is heel duidelijk dat je gedwongen wordt. Maar dat maakt het juist zo leuk. Ja. Ron op bezoek bij Hier Carlo. Is Ron Bashaar. Zo, dat zijn de tijd. Dat zijn de tijd. Nou, zo te zien heb je de... Je hebt ook de borstjes van mijn vader, zie ik. Ik heb niks van mijn moeder. Hoe gaan die hakken? Nou, niet doen of je daar al voor het eerst op loopt, dat we weten allemaal. Hè? Ja, dat is ook... Want ik ben altijd de verwijfste zogenaamd van de twee. Maar dames en heren, mijn broer is een zusje, hoor. Nou, jij voelt je slecht, hoor, zeg ik. En wat ben je lelijk als Wat haat ik je. Och, wat haat ik je. Ben je er klaar voor de scène? Zeker, ja. Pak de deurkruk. En haal nog één keer goed adem. Ik hou van je, Ron. Daar gaat hij, Ron Bashaar in Gelukkig Je Bent Er. Oh, heerlijk. Hallo. Ben ik goed? Ik heb het jutje geloofd. Ach, ik ben er. De rechter zit al klaar. Wat ben je nou? Ja, ik had geen lotion. Ik ben er. Dat uw cliënt is aangekomen? Ja, ik lag bij. Fijn, dan acht ik nu de zitting voor geopend. Moet u plaats nemen, alsjeblieft, achter uw bank? En zou u de eet willen afleggen, alsjeblieft? Wilt u even de eet afleggen, alsjeblieft? Ja hoor, dank u wel. Oh. Gaat u gaan? Ja, we beloven het met z'n allen. Dank u wel. Landgenoten. Wat is uw naam? Carla Bashaar. Spectaculair optreden en spectaculaire benen. Lekker, hè? Nou, prettig. Ja, spectaculaire benen.